Nee. Motherfuckers. Allee, gewoon pakken. Ja, ik vrees dat je niet veel tijd gaat hebben, Luc. Er al eens, hè. Ik heb hem juist nog. Juist. Ik heb hier al een geluid. Just in time. Oké, dus... Nou, dat is toch aardig compleet. Alleen Paul die weer eens af laat haken. Hm? Ah ja, inderdaad. Ja, misschien dat het nog wel doorkomt, hè. Ja, wie weet. Ik ga skippen kijken. Vandaag, helaas. Ik ga skippen vandaag. Tja. We hebben van 29 minuten, maar ja, goed. Ah, nee, nog ergens. Ja, ah, ja, oh, daar is hij. Daar is hij dan. Komt ie. Ik heb de opname gestart. Ah, ik ook. Kijk. Ah, ik kan mijn spel opnieuw moeten opstarten, maar dat klopt niet. Ja, dat moest ik toch juist ook doen. Waarom kan dat spel niet gewoon automatisch met het standaardapparaat veranderd? Dat is toch niet zo moeilijk. We kunnen anno 2020, hè. Echt, hè. Ja. King Games, is dat probleem eigenlijk al opgelost met die random disconnects van vorige keer? Vorige keer ging het goed, moet ik zeggen. Inderdaad. Dat is ook wel iets. Oh. Dag Cliff, Mike Cliff. Wat gaan we doen? T3, hè? Ja, Red Bull Ring, all night long. Oh, shit. Maar de pol is niet bij je, last man. Ja, klopt. Bende. Maar het vervolg mee, jeetje. Holy fuck. Ik ga left, play left. Dat is een custom of zo, want... Left side, clear left. Zo hoog in is dat meter, dat is wel opvallend. Ja, we hebben een bankje nog van. Hier de custom setup. Ah. Eens kijken. Wie heeft de server gestart eigenlijk? Ja. Oh jee, dat zal wel iets niet kloppen. Wat dan? God! Damn it! Jammer, Mark. Hoe niet, Paul, als je zo'n asshole zet in de groep. Ja, doen er inderdaad veel mee. Hoeveel minuten heb ik nog? 17 minuten. 20. Oh. Om te kwalificeren. Ja. Oh, ja, we hebben speciaal wat langer gezet, René, voor u. Oh, dat is lief, man. Ja, ja, echt, ja beter zijn dan lekker gebeuren. Wennen aan een Red Bull ring, René. Ja, dat is gewoon invrijven, hè. Dat zijn gewoon meer minuten. Bocht. Oh, mijn bestuurwerk niet. Ik vind trouwens Red Bull ringen rijden, dat voelt een beetje als veel te veel Red Bull gedronken hebben en geen wc is er. Eens kijken. 40, 75 zeg. Dat kan nooit kloppen. Eens kijken. Klopt het. Dat is beter. Allee, poging 3. De laatste werk nu in de stuur. Holy shit, man. Cliff is eigenlijk goed gekomen met je moederbord, want... Ja. Was er eigenlijk mis mee? Ik heb uiteindelijk, omdat ik dat toch niet kon loslaten, heb ik de BIOS flashback functie gebruikt. En ineens kwam het op. Het is weer mis hier, ja. Ik doe dat ene keer en ik heb dat altijd. Als ik het aan de merk neem, dan gaat het altijd stuk. Ach ja. Beetje pech zeker. Ja, maar ja. Maar ik had hem geüpdate of zo, of wat? Nou, liep hem vast. Nee, hij startte gewoon niet op, hij deed niks. Ik had hem helemaal ingebouwd. Ja, natuurlijk is het best op de doos. Zoals iedereen dat zegt.
gewoon ingebouwd, want ja, ik ben de computerkinder, hè. Ja. Mm-hmm. Oh, die gaan mij nog leren, gast. Ja, tuurlijk. En ik kijk op de paar fietsen, doe niks. Dus ja, begin het troubleshooten. Uiteindelijk helemaal terug uitgebouwd. De leader is just done a 133.23. Dus ja. Tja, RNA. Toesturen, ja. Maar ja, dat was net met kerstmis. Dus dat duurde even eer dat je dan updates krijgt. Allee, als wat. Dus ik zeg, ja, het was een rustige dag op het werk. Dus ik ga weten. Ik ga net proberen om die BIOS flashback te doen. Ik had opgezocht op het internet zodat je dat doet. Oké, Mark. We hebben een paar slecht kunnen volgen. Dus een USB-stick gemaakt met een BIOS erop. En dan, Ah, voilà, ideaal. Pat! Het was vertrokken. Nice. Ja. Oh, dat is te beter, hè. Dat is best een RMA. Ja, inderdaad. Dus ja, s'avonds terug ingebouwd. Sector 3 is 2.6, off the pace. Dit is Broes, in het vervolg zijn de PC bouwt. Ja! On your left. Hold your line. Eerst op de doos. Hold your line. Still there. Still there. Clear left. Sector 1 is... Moeten we eraan denken om screenshots te nemen, want... Dat ga ik verkeerd. You're out of track limits there. Oeh. Oh shit. René, zit jij er al in? Ja. Ah, oké, okay. Dan zit iedereen erin, denk ik. Ja, ik zit erin niet meer aan het rijden voor de verandering. Nee, dat gaat niet goed. Ah, nog iets zand in. Take it easy, you've got cold tires. Een goede exit. Wow. The guy behind is just done a 205.64. Kom maar naar de markt, zit hier naar Lappagon. On your left, clear left. Zeg niet dat ik u niet geholpen heb. Ja, merci. De PC, achtste plaats nu. Dan, zesde. Dankjewel, man. Ik had ook 4 gehoord. 6.7 seconds. Off the pace. Waar heb je hier de rembalans op staan, Peter? 52. Ah, dan kom ik ook naar daarbij. Verleerd. 17 in het groen, alleen deze invalidated. Jammer. Weer het zand in Minigen en ook. That might be outside track limits. God damn it. Oh, wat slecht. Damn, fast this, I guess. Sector 3 is 3.9 seconds off the pace. Dat is niet veel sneller. We zijn met 20 man, jong. Oeh. Ja. Allee, jongens.
Zento. The leader has just done a 130.47. Tight temps are good. Nou, wat dan dit was het? Okay, Mark, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. We think you might have gone outside of track limits there. That's your quickest lap in this session. Godverdomme man, dat is totaal niet onder controle te houden bij jou. De leader is just done it on 30.45. Behind has just done a 132.00. Tijd, Erik. Ja, vind ik ook. Dat is je best lap in de session. White flag, mate. Sector 2 is 1.9, off the pace. God, man, ben je. Outside track limits there. Ah, damn it. You're a second off the pace in sector 1. Helemaal uitgebocht. Te hoog het gas op.
Sector 2 is 1.6 seconds off the pace. Kan dat allemaal. Alright Mark, 5 minutes to go, 5 minutes left. You've just done a 135.25. Oh nee, nog niet de boot. Oh, padarts natuurlijk. You're outside of track limits there. Nou, kom er niet meer in de buurt. Nou, we moeten het dadelijk van de wedstrijd hebben hoor, want kwalificeren zit er niet in. Your right sides are cold. Car left, clear left. Hey, ik leid de hele tijd uit hier. Hey. Escape. Waar de lobby is. Maar goed, die mag wel sneller zijn dan ik, 1791. Oh ja. Dan mag het, hè? Dan mag het, ja. Waarschijnlijk ook nog Oostenrijker of zoiets. Oh, Leo, weer uit de bocht! Sector 1 is 0.7 off the base. Staat hij op default settings? Ja, dan mag hij wel. Just got out of track limits. Verlies gewoon alles in de eerste twee bochten. That's 2 minutes left. 2 minutes. Sector 3 is 1.7, off the pace. Eindelijk is een keer te goeie gepakt. Ach man, is hier, dat bedoel ik nou? Het valt gewoon niet mee te rijden. You're second off in Sector 1. Curbstones, ja, perfecto. Kijk, de hele. Ja, maar moet je zien, ik volg me door. Keer op keer. Iets eerder remmen, dat geeft helemaal niks. Gewoon bij 115 al remmen.
Niet bij 100, 115. En die bocht pakken. Ja, ja, nou, nou, gas erop. Ja, dat doe ik. Nou, dat was hem toch? Nee, ik zet 3/10 in het rood. Jongen, jongen, jongen. Harder dan. Still there. Ja, dan 110 meter. Still there. Stop! Oké, okay, Mark. Ja, damn it. Watch hadden we gezien, Cliff? Check it flags out. 18th. Dat heb ik gezien, man. God, zie je. Oei, 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 oei. Ja, maar dit gebeurt hier keer op keer. Ik krijg dat niet anders. Ietsje eerder aan. Eerder het gas op. Ah, die is mooi, die is mooi, die is mooi. Ja, volgende dag pakken, perfect. Hè. Nou, vol de curve zo opzoeken. Gemist. Ja. Wel in het goede. Ah, dat is het betere werk. Ah, die is ook mooi. Dat is de eindpassage. Wat maakt er nou uit? Wat dom, ik zat een halve seconde in het goed. Nou. Sta ik op de voorlaatste fucking. Ja, man. Screenshot pakken zeker? Heb ik gedaan. Deze race stoppen. 15e plek, is nog nooit gebeurd. Ik heb geen zin meer. Ben je er nog alleen dan? Ja, maar mijn stuurstel nog niet goed ingesteld. En... Aan Mark, uw ding is nog niet ingesteld. Uw West A, B, C, D, E daar gedoe. Die CRL? Zat er die niet in, hè? Omdat ik mensen zie met F en zo. Ja, ja, maar dat mag, hè. Het was heel laag gezet. Ja. Ah, oké. Okay. 14 minutes, you're ready to get on with it. B17. Inderdaad. Dit wordt chaos. Slow and steady zullen we maar doen zoals Paul. Ja, gaat het bloedbad worden zelfs bij die eerste bocht. Ja, ik denk het ook. Ja, heel veel man. De eerste ronde, denk ik. Iviatje, denk ik. Zeker die mensen mijn stuurman. Kijk je dat mogelijk precies? Ja. Overcast. Ja, en dan wordt het helder op een gegeven moment. Die wachten we nog. Een MM fighter. Ik ben blij dat ik nog op het eerste badje sta. Oei, grote kick op de turtel. Wie was die gast? Zijn we van de baan gekregen? Alright Mark, here we go. 15 minutes. You'll need to get on with this. Green, green, green. Allee, je ziet alleen in mijn katten daar. Wat voor domme kippels. Kremmerland. Ja, wat is dit nou man? Kom op. Left side. Regen. Clear left. Het lijkt heel donker. Er liggen kegeltjes in rond het regen. Kegeltjes, ja. Good work on the start, mate. This is great. On your left. Oh, mate. Je was dat hier allemaal. Car right. Hier is een file. Ik krijg een carbide. Jezus, wat een bocht. Ik heb een bocht niet geduurd. Allee, jongens. Nou, het is niet het eerste bocht, het is de dunne bocht. Wat een knurft, man. Ongelooflijk. De derde bocht gaat er ook nog helemaal uit, zie ik. Oeh. Ik sta op mijn gemak negen. Wat een chaos. Clear
Oh, ze zijn al volop bij elkaar. Lieve. Stilstaan. Ah. En dan vlieg ik uit de bocht en dan helemaal 180 graden. Wat verdomme! Ik kan hem nog niet omdraaien. Dan ben ik laatste. Oh, there. Look in your left front going into turn 3. Hey, what is he doing now? Draai, stomme auto. The leader has just done a 130.74. Wat is de look dan met de passagiers? Er is een incident in turn 1. Ik denk dat ik mijn look zou moeten zien. Dat was 159.39. Now about 3.7. Oh, shit. Alle, come on. You've got cold front tires. There's an incident in turn 8. Bit of lag. All round. The gap ahead is now 0.9. Hard work. Incident in turn 3.
track temperatures are increasing. Air temperature is now 27. The track temp is now 39 Celsius. Goed, liggen hier twee op de kant, pas op jongens. En ik ga weer het zand in, come on! Looks like that was outside track limits. The gap in front is increasing, it's now 3.1 seconds. Your front tires are cold. Het is weer druk, 19.12. Rising. Air temperature is now 31. The track temperature is now 42 Celsius. Oeh, bro. 5 minuten, dat lijkt al een uur. Ja. Ik heb er 9 doen, maar het wordt terug achter me. Ik kan daar niet tegen de stress als hij achter mij zit. Jij ook niet, Bart? Ja, nee, ik heb daar geen stress van. Er zit niemand niet achter mij. Nou, ik ben gepasseerd. Snel, mooie uitremactie. Remaining 5 minutes left. Oh, too far. Shit. Oh, merde. Oh, shit. Was een diepe fout. Oh. Ja, goed maar als ik van aan de kant moet gaan. Hè. Ah, kom hier. Ik denk dat ik wat downforce verloren achter. Die twee na laatste, één na laatste bocht ging helemaal mis. Is now 5.6 seconds. Hey, 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 hey. Oh, oh, where's that dude? Oh. Push now. The guy behind is catching. There's an incident in turn 3. I do like it saving. Ja, dankjewel, jongen. Ik weet niet wie dat was, maar het sloeg dus eigenlijk nergens op, hè. Doe. Doe wat daar je actie. Behind's increased to 4.4 seconds. Your last lap time was at 135.94.
Gaat lekker, Cliff. Oh, fuck it. Ik heb nog geen enkel fouten gemaakt, maar het zal maar te werken. Ik ga je achter gewoon twee Oostenrijkers of zo, hè? Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Penalty, ja, pech. Half seconde sneller dan mijn snelste tijd. Godverdomme. Ach. Nee, dat meen je niet. Come on. Godverdomme. That's the end of the race. We'll get him next time. Dat was een zware race. Nou, dan merk je plots wel weer dat je te weinig gereced hebt. Ja. Ja. Oh fuck, nee. Oh nee! Nou, een mooie vierde plek, Cliff. Dankjewel. In de laatste ronde ging de persoon voor mij F. Tijdens het dubbelen. Beetje geluk moet je hebben. Ja, ik denk niet dat hij er blij mee zal zijn, maar ik kon er niks aan doen. Nee, dus precies. Daar ga ik niet op wachten. Nee, lekker nemen, vastpakken die allemaal. Ja. Yep. Oh. Ik ben ook vier op mijn. Ik kan plaats op zes weggegeven. Ja, jammer. Ik ben wel aan de baan geweest. Kijk. Oh, nul punten erbij. Huppie. Ah, ja, een snellere tijd aan Peter. Mooi. Dat is een opsteker. Sorry? Sint Frisky 1.33.4. Ja? Sneller. Mooi man. Die is slecht aan Mark. Goed gereden. Ja, yeah, thanks. Van de 19. Ja. Maar ik ga hier stoppen. Ja, ik zit nog te twijfelen. Ja, nee, ik ga stoppen. Ik ben te moe. Ga maar de rusten, man. Yep. Ik denk dat ik goed, even meedoe. Alright, mannetjes. Nog een goede avond. Hey, tot de volgende. Ja, dat is goed, hè. Jo, zeg salut, ja. Ik weet aan alle kanten. Mark, doen wij nog verder?
Wie doet er nog allemaal mee? Ik doe sowieso mee hoor. Oké, wat was dat parcours, volgende parcours? We hadden daar iets op WhatsApp gezegd. Goed. Ja, hey, was het ook alweer? Tot de volgende. Hey, tot de volgende. Ja, wat was het? We hadden volgens mij... Fuji, maar we kunnen ook Hockenheim doen, wat zij voorstellen. Maakt mij niet uit. Hockenheim. Ja, of wat hadden we? Fuji of Silverstone, geloof ik. Dat waren de opties. Fuji. Ja, wat jij wil, hè. Zo wat jij wil, Mark. Maar pak dan 15 minuten qualifying, hè. Ja, geen 10 minuten, nee. Ah, waar pakken we normaal 10 minuten? 10 dacht ik, hè. Ah ja, oké, dat is ook goed. Goed. Ik ben toch al tevreden met mijn eerste race, dus. Dat pakken ze wel niet meer af. Dat pakken ze nou niet meer af. Daarvoor weer 2 weken niet gereden, hè. Dus 3 weken. Hey, was dat zonder punten of zo, deze? Nee, normaal gezien niet. Met punten. Ja. Want ik heb 13 punten erbij gekregen. Ja, maar hoe heb ik er dan 2 bij gekregen? Dat kan nooit. Ja, als het punten zijn, hoe dat kan nooit. Nee, waar ben ik geëindigd? Ik heb 1 punt bij gekregen. 12 of zo, geloof ik. En ik heb er 2 bij gekregen. Dus het is met punten. Anders had ik geen punten bij gekregen. Ja, tenminste, dat denk ik. Maar ik had... Volgens mij had ik dat al. Of is het gewoon gelijk gebleven? Want... Nou ja, goed. Maakt niet uit. Ja, ik heb nu een getal in mijn kop te onthouden. Ik zal zien of het straks veranderd is. Hè. Mm-hmm. Ja, gaan? Ja. Ja, voor mij is het goed. Ja, valt er een hoop volk uit in één keer. Ja, er komen er ook alweer bij dadelijk. Het is misschien niet zo geliefd of zo. Ik weet het niet. Maar dat... Hoe heet dat Red Bull, ik krijg dat niet onder de knie. Ik weet niet wat het is. Je zit erop te vloeken, joh. Ik vind dat een zalig parcours. Maar ik heb ook veel geluk gehad met crashes te kunnen ontwijken, anders... Oh. Ja, ik had een beginpech en daarna ben ik nog eens een keer echt in de flank ervan afgerost door iemand anders. Nou. Ja, want op dat moment zaten bijna op minder dan een seconde van mij. En dan ineens in een scherpe bocht is er gewoon iemand in een flank gereden of zo, zeker. Ja, tenminste voor mijn gevoel wel, van wat ik ervan meekreeg. Want ik probeerde in te sturen en die was echt een heel stuk achter me. En in één keer zat hij tegen me. Ja, want ik weet, jullie zaten met 3 echt mij in te halen en ineens zag ik niks meer en in mijn achteruitkijkspiegel zag ik in een bocht allemaal... Nine. Minutes to get the job done. Ja, daar was ik bij, denk ik. Even kijken. Eens kijken of dat beter gaat. Moeten wij nog, dat heb ik niet gedaan in ieder geval, maar printscreens maken? Heb ik gedaan, ja. Wat heb je gedaan? Ja. Maar je moet het blijven zeggen, René, want anders ga ik dat vergeten. Maar dan wel op tijd zeggen, hè, niet nu. Wat hè? Dat je printscreens moet maken. Oh, zo. Ja. Is dat met die brug hier? Goedje? Nee? Nee. Oké, dan moet ik even iets aan. Je hebt hier toch wel verschillende keren op gereden al, hoor. Ja? Ja, ik denk zelfs wij met ons tweetjes op een gegeven moment. Nee, toen moest er ergens onder een brug, dacht ik. Was dat geen Suzuki of zo? Was ook een... Laguna Seca? Nee. Ik herinner mij iets van onder een brug. Ja, maar dat is niet hier. Ah, oké, dan heb ik hier nog niet op gereden. Jawel. Huh? Ik ga niet zeggen, ben ik 100% zeker van, maar... Ik ben er vrij zeker van. Want al die bochten, dat zit mij niet. Inderdaad. Ik ben er... Ah, zie je dat? Die hele scherp. Je hebt behoorlijk wat pionnetjes op de weg. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Ik ook niet.
have just done a 144.45. Just done a 142.47. The leader has just done a 140.94. You're a second off the pace in sector one. The guy behind has just done a 145.38. Okay, Mark, 5 minutes to go, 5 minutes left. Sector 2 is 1.5 off the pace. Ah, oh, shit. What is going to do in 10 days? Fucking shit. Sector 3 is 0.6. Oké, breek mijn tijd weer, godverdomme Frisky. Ja, het kon wel beter, want ik had mij misrekend bij die voorlaatste boek. De leader has just done a 140.00. Sector 2 is 1.3 off the pace. Good lap, that's your quickest today. Sector 3 is 0.7 off the pace. Ja, ja. En dat moeten we die spanning maken. 4000ste. Oh, Leon. Dus ik al een 16 minuten minutes door. To go for 2 minutes. Sector 1 is 1.6. Off the pace. Nee, dat is niet goed. Ik ga geen tijd meer aan het ook aan mijn lucht, denk ik. Ja, ik neem er genoeg mee. Sector 2 is 1.7 seconds off the pace.
Dat is hem. Ik kan nog één keer proberen. Sector 3 is a second off the pace. Oké, ik geef hem mee. Nee, stop maar kijken. You're out of track limits. Ik ben er al uit bij de eerste bocht, dus not going to happen. Kan vannacht ook nog spannend gaan worden. Ik moet gelukkig maar één screenshot nemen. Check the flag, P5. Excuse me. Die wat met nummer 2 rijdt, die rijdt volgens mij ook met een controller, denk ik. Ik zo zie. Rijdt de pits in. Ja. Je gaat nu over de finish. That's the end of the session. P5. Voilà, screenshot. Ja, René, proficiat jong, eerste plaats. Ja, dank je. Nu nog zilver, zilver. P5. Ja, 14 dat is, minutes. You'll need to get on with this. Tweede gedeelte. Bij de start wegkomen, dat is het belangrijkste. Ja, als je nu zorgt dat je voor blijft, dan niemand je nog van de weg kan rijden. Als die eerste bocht doorkomt, dan lukt het wel. Let op voor die valse start, hè. Ja. Daar hebben wij geen last van, hè, Mark? Nee, wij doen dat op de professionele manier, hè. Compleet. Je mag er wel volle gaat op een toeren. Nee, maar dat is soms irritant, hè. Mensen die voor u staan met een stuur en dan vertrekt en dan moet je er direct uitwijken. Ja. Allee, Master Erwin. 15 minutes. You've not got much time to sort this out. Okay, man, get ready. Oké, jongens, succes. Succes, ja. Go, go, go. Sorry, dat ben ik. Nou, ik zet hem. Niks gebeurt. Ik zag het al miskomen. Oh, die gooide me erg brust ervoor. Oh! Daar kon ik er niks aan doen, Risky. Jij werd langs de kant gegooid. Ja, inderdaad. Clear left, on your left. Het staat op tape, jongen. Bel door een advocaat, man. Hold your line. Clear left. Allee, jong. Twee mannen te halen. Met zo weinig volk, nog zo'n chaos. Ja, die eerste bocht was totaal mijn fout. Ik was mijn graf aan het geven en dan zag ik ineens in een bocht. Ik zei, oeps, te laat gegaan. Oh, dat is niet erg, joh. Heb ik wat te doen nou? Ja. Net gewoon zal ik nog wel een sanctie krijgen van mijn race control.
haal ik wel in. You're pulling away from the guy behind. The gap's now 1.8 seconds. Daar ga ik weer. Het is toch godgeklaagde. Doe me toch! Veel te laat geremd. Air temperature is increasing. It's now 25 Celsius. The gap in front is now 2.9. The leader's just done a 141.44. Track temperature's rising, it's now 34 Celsius. Tires are cold. Ja, tuurlijk. Duur er nog even tegen, jongen. Air temps rising, it's now 28 Celsius. Track temps increasing, it's now 37 Celsius.
Oops, my slip. Your tire temperatures look good. Oh, wow, fucking shit. Toch durf ik nog niet in te halen. Oké, Mark, we're in the sky and the gap's now 1.1 seconds. Ole, come on! Looks like that was outside track limits. Air temps increasing. It's now 31 Celsius. The track temperature is increasing. It's now 39 Celsius. Ik zou precies Terry boxen, maar die durf je ook nooit te halen. The gap in front is now 2.4. Come on! Five minutes left. Ik zou de tempo afgaan zijn, hè? In de 1.43's. 1.43.6 is mijn beste tijd. Ja, 1.43.2. En nu... Ja, 1.43.2. Oh, en nu ga ik in de fout.
Come on! Ik heb echt moeite met die voorlaatste bocht altijd. Left side. Hold your line. Shit, je hebt me nog voorbij, man. Still there. Ik kan niet wie dat meeste snelheid heeft, man. Fuck you! Ik heb iets meer snelheid. Ja, ik zit het wegkrijgen. Left side. Hold your line. Clear right. On your right. Clear right. Nee, mannetje. Aan de kant, jongen. 2 minutes to go. 2 minutes. On your left. Fuck you! Clear left. Meen je dat? Oh, sorry. Oh, fuck, ik moet weer voor de commissie gaan. Maar we zullen toch zesde blijven door mijn strafding. Ik probeer de laatste snelste tijd te doen. Oh, leuk, vlieg je al uit de bocht. That might be outside track limits. Ah, godverdomme. Ja, kom op, zeg. Het blijft wel wachten. Maar dat was ook niet de race gewonnen. Ja, maar hij liet me op de laatste winnen. Ik had een fout gemaakt. Hij had me in de chicane duurde niet mee leven. Ja. Toen heeft hij me voorgelaten. Toen was ik een beetje uit mijn ritme, zeg maar. En toen heeft hij me voorgelaten. Oh, 4000. Ja. Van achter was het nog spannend. That's it, we're done. Ja? Lekker geknopt daar. Ja, echt wel, hè? Ja, mooi toch? Dan moeten we eens een keer terugkijken, zo die dingen, die voorlaatste ronde. Ja. Joh, miljarden, man. Ja, nog steeds toch een ronde. Ja. Ach ja, 30 seconden penalty, dat zal wel voor die eerste bocht geweest zijn. Ik heb er nu niet op gelet. We gaan ermee stoppen, hè? Ja, is goed geweest. Wel. Bedankt. Dat is wel leuk. Ja, bedankt voor het hosten, Mark. Ja. Wel verkeerd, want de CRL stond dus duidelijk niet op.
Ja, dat maakt niet uit. Ja, ik heb toch zoveel verloren bij Red Bull Ring en dan hier wat gewonnen, dus het heft elkaar toch wel.